Jojojo, yo, yo, yo. in Amerika heeft iedereen het op dit moment over de Amazon Echo. Deze slimme praatpaal geeft antwoord op al je vragen en kan ook nog een pizza of een taxi bestellen. Maar niet daarom hebben ze het er allemaal over. Nee, om de rare antwoorden die de Echo soms geeft. Bequiet niet had play wheels. You want to hear a station for porn detected. Porno ringtone, hot chick, amateur girl, quality no, 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 sexy. No, 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 no. anal no. Oh. No, no. dildo ringtone. Alexa stop. Ja, soms heeft Alexa dus antwoord op vragen die je helemaal niet gesteld hebt. Maar het kan nog gekker, want in Amerika is er een heel klein meisje dat via Alexa een enorm poppenhuis heeft besteld zonder dat haar moeder het weet. Alexa ordered me a dollhouse and some cookies. just like that four pounds of sugar cookies and a $170 kidcraft sparkle mansion dollhouse arrived at megan knightel's door Maar dat was nog niet alles, want toen een, een presentator van een tv-programma dit verhaal vertelde, I love the little girl's take on it. Alexa ordered me a dollhouse. As soon as Jim said that, viewers all over San Diego started complaining their Echo devices had tried to order dollhouses. En dat komt dus omdat Amazon automatisch aan heeft staan dat je zonder bevestiging producten kan bestellen via dit hele kleine uh, speakertje. In Nederland hebben we daar nog niet zo'n last van, want in Nederland bestaat de Echo Dot of de Amazon Alexa nog helemaal niet, maar je moet niet vergeten dat wij nu ook al allerlei microfoons in ons huis meestal continu hebben aanstaan. Dus stel ik ben een presentator van nou, een tv-programma en ik zou duivelse gedachtes hebben, dan zou ik dus kunnen zeggen, hey Siri, zet mijn wekker om twee uur s'nachts. Je wekker is gezet voor twee uur. En dan zou het zomaar eens kunnen dat de onschuldige kijker vannacht om twee uur eventjes zijn bed uit moet. Slaap lekker!